De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft met enig ceremonieel haar Boeing 737-700 ingezegend. Deze Boeing is genaamd District Saramaca. De inzegening vond vanmorgen plaats in de hangar op de Johan Adolf Bengel Internationale Luchthaven. De maatschappij geeft aan dat met dit toestel haar vloot wordt uitgebreid en tegelijkertijd wordt de transitie ingezet naar de next level. Ondanks alle negatieve berichtgevingen is ons bedrijf daarom nog steeds springlevend, benadrukt de waarnemend directeur van de SLM, Judith Redmond. Haar zal de luchtvaartmaatschappij daarom een nieuwe weg inslaan om deze elan ook te behouden. We willen samen met onze aandeelhouders, personeel en klanten op een hoger niveau komen. Dit nieuwe vliegtuig, de Boeing 737-700, is daar een onderdeel van. De turbulente ontwikkelingen binnen deze sector en de uitdagingen binnen de huidige markt zijn groot. De rendementen zijn onder druk en de consument wil terecht een beter product voor een goede prijs. Wij zullen de komende maanden een aantal veranderingen binnen de organisatie doorvoeren, zodat deze belofte waargemaakt wordt. Waarnemend directeur Redmond geeft verder aan dat met deze nieuwe aanwinst er meer comfort, luxe en vooral on-time performance op de regionale operatie geleverd zal worden. Volgens haar is dit dan ook het moment om bescheiden een nieuw tijdperk voor de SLM in te luiden. De focus zal daarbij meer gericht zijn op de verhoging van de dienstverlening en betere communicatie met de klanten. U hoort ook de voorzitter van de Bond van Personeel bij de SLM, BPSLM, Robbie Maaien. De next level is meer dan een belofte. Het geeft een verplichting naar de markt en naar onze partners. Laten wij het samen waarmaken. Het gehele team zal hiervoor de extra mile moeten gaan, waarbij de klanten centraal staan. We hebben het gevoel dat alles goed komt. Maar alles komt niet zomaar goed. Alles komt goed wanneer we samenwerken als industriële partner. Alles komt goed wanneer wij goede interne en externe communicatielijnen opzetten. Dan komt alles goed. Want dan hebben wij de berichten in de krant niet nodig. Want dan weten wij het al, als industriële partner. Laten wij van de BPSLM, de industriële partners, de medewerkers oproepen om gezamenlijk de schouders onder het werk te zetten. Laat ons niet aan de kantlijn blijven staan om te kijken wat er zal gebeuren. Nee, dat moeten we niet doen. Wij roepen op om hand in hand, zij aan zij, schouder aan schouder, samen op te trekken, met de nadruk op samen op te trekken, om dit bedrijf vlot te trekken. BPSLM-voorzitter Maaien. Gisteravond is er een demovlucht uitgevoerd met de District Saramaca. Een heugelijk moment voor de SLM-directie was dan ook de overhandiging van het certificaat, waarin wordt aangegeven dat het vliegtuig luchtwaardig is bevonden door de directeur van de CASA's, Angelo Wolf. Daarna mochten de aanwezigen met het moderne vliegtuig Boeing 737-700 District Saramaca bezichtigen.